Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Het is op dit moment vrijdag, ja toch? Ja man. Het is vrijdag vandaag. Ja, we gaan nu even wat vuurwerk halen bij Haokan, want we hebben daar natuurlijk een bestelling lopen, zoals iedereen wel weet. Dus we kunnen daar wat flinke dingen halen. Ik ben erg benieuwd hoe lang we daar moeten wachten. Ik denk dat het wel snel gebeurt. We zijn natuurlijk gisteren naar Duitsland geweest. Iedereen heeft die video gezien. Dikke SO naar iedereen die die video heeft gezien en geliked en gereageerd. Want hij is binnen 24 uur meer dan 60.000 keer bekeken. Echt fucking gruwelijk. Om een lang verhaal kort te maken, we gaan eventjes naar de shop naar boven en dan kunnen we ons vuurwerk ophalen. Dus let's go. What if I go stronger? What if I get higher? What if I start doing things I know I will regret? I will make my own way. I will not surrender. I will do my best until I get put under. What if I go stronger? We zijn dus hier zo, we hebben al een bestelling geplaatst, maar we dachten we gaan sowieso eventjes hier zo kijken. Misschien nog wat extra te nemen. En ja, dan gaan we zo meteen naar beneden om de bestelling op te halen. En sowieso hebben we een aantal leuke cakes besteld. Iedereen wil al besteld hebben, maar sowieso deze cakebox. Fucking nice, ik ben heel erg benieuwd daarnaar. En nou ja, in ieder geval, jullie zien het zo meteen wel. En in totaal komt er straks nog, god over een paar uur komt er een totale collectie video online, dus kunnen jullie ook nog checken. De vuurwerk daarom, of een volle locatie. Blijf filmen. Ja, ja. Let's go. Dat kan hier mensen. Vlogception. Bestelling ophalen. I will make my own way, I will not surrender. I will do my best until I get put under. What if I go Weer een heel kofferbakje vol. Niet normaal. Achter ligt ook nog allemaal spullen uit Duitsland. Moet kijken. Dus dit is nou echt een vuurwerkauto, mensen. Dus kijken. We gaan zo meteen even alles uitladen, maar we gaan eerst nog even wat winkels bezoeken. Rubro Tribal, lekker man. Let's go. Alles is in de auto gelegd, zoals jullie kunnen zien. Boom. Een aantal mooie spullen hier zo. En ja, we gaan zo meteen nog even wat andere winkels bezoeken. En dan komt er natuurlijk een totale collectie video. Die kunnen jullie zo meteen zien op het kanaal. En we hebben echt best wel wat gehaald. Iedereen weet natuurlijk, in Duitsland hebben we ook veel gehaald. Er ligt zelfs nog wat op de achterbank van Duitsland. Ik weet niet of jullie dat kunnen zien. En sowieso vanavond kunnen we natuurlijk nog wat afsteken. Hier zien jullie natuurlijk ook de potten van Tribal die jullie in een eerdere video hebben kunnen zien dat we die gingen bestellen. Ja man. Dus dit is ook wel leuk om te laten zien. Dit is de container van ze met alle kooien. Dit bewijst gewoon hoe fucking gaar het is in Nederland. Dat je gewoon verplicht bent als vuurwerkverkoper om die kooien in die dozen te hebben. Dus je moet eerst dit allemaal eruit halen voordat je eigenlijk die cakes pas los kan. Voordat je die cakes pas los hebt. En dat is dus het verschil waarom het in Duitsland allemaal kan. Want in Duitsland heb je die regels niet. En daar kan je gewoon die cakes gewoon zo aanbieden aan iedereen. En daarom ligt het ook zo in de schappen. Dus ja, Nederland is best wel fucked up om vuurwerkverkoper te zijn. Haokan krijgt net een levering met vuurwerk. Moet je zien. Het zit helemaal vol tot achterin. Er staat ook Haokan op. Pijnakker. En 1.4. Jullie weten het allemaal. Dit is een hoop man. Dit is meer dan onze collectie die wij hebben hier zo. Gruwelijk. Wat? Had ik wel gewild dit hè? Ja, moet je kijken man. Het zit helemaal vol dat busje. We gaan snel door.
een kerstboompje. Gaat ook een paar dagen in de fik. Intratuintje gaan we even naartoe. En deze hangt op zijn kop. Check dat dan. Die hangt op zijn kop. We gaan even snelle shots nemen bij de intratuin. Hier moeten we heen. Hier wordt het afgehaald. We hebben niks besteld hier zo. Maar we gaan wel even kijken. Zo, we zijn weer weg daar. Zo, we hadden sowieso geen bestelling. We wouden even kijken hoe druk het was bij de intratuin zijn we. Ja, toch? Ja, man. Pff, ja, nog steeds moe mensen. Maar het is daar niet druk. Dus iedereen die daar... Het is niet druk daar, hoor. Mooi. Maar het is niet druk daar zo, dus... Dat is hartstikke nice voor de mensen die daar gaan halen. Wij gaan er niet halen. We gaan nu denk ik eventjes door naar... Wat zeg jij? Oud-Ippenburg dan maar. Ja, gewoon Oud-Ippenburg of zo. Gaan we even kijken. Lacozie. Gaan we even kijken wat ze daar, of het daar een beetje druk is. Ik weet dat je daar vorig jaar gratis oliebollen had. Dus dat is altijd mooi meegenomen. Best wel honger. Dus we gaan even kijken. En dan zien jullie bij de volgende winkel. Daarna gaan we door naar Zena waarschijnlijk. Dus... We gaan even kijken, ja, je hebt hier altijd die auto's staan. Dat is lachen, man. Maar er staan wel wat minder auto's dan normaal. Ik hoop dat ik kan parkeren. Ja, daar kan ik parkeren. Ja? Bij die Range Rover. Blijf maar filmen daar naartoe. Daar is goed, joh. Daar naartoe. Dat is ik wel, jongens. Ik kan daar even gewoon staan. Kom maar hier. Hier, toch? Ja. Gebaarde die? Ja. Hij zag al wie ik was. Ja. Ze gaan hier naartoe lachen. Ja. Hey, strijder. Dus ik sta hier met de baas. Wat wow, papa van Bianca. Hou je ook van vuurwerk? Ja, maar ook van Bianca. Dus ik zie hier de hele dag mensen komen die. Ja, is dat druk? Help je ook zo'n beetje mee? Ja? Nice, man. Dus jij hebt met oud en nieuw het meeste vuurwerk, nog meer dan ik. We lopen nu bij Zena Delft, oude vertrouwde winkel, dus we nemen jullie mee. Even kijken of ze daar ook mooie acties hadden. We waren net bij Auto Ippenburg, leuke winkel, maar het was helaas, het pot die wij wilden was uitverkocht. Kijk, ja, de Tech 21. Hier komt de Zena Delft, maar die was helaas uitverkocht. Misschien hebben ze vanavond nog, maar dan kunnen jullie die helaas niet meer zien in de collectievideo of in de shopvideo. Maar we gaan hier even naar binnen, naar Zena. We zien jullie zo binnen. Ruben, je bent weer in hier op locatie ben je weer in de video te zien, hoor. Man. Hoeveel betalen ze hier, Ruben?
is sowieso. We hebben even kleine dingetjes gehaald. Ik moet wel zeggen, er was niet de bedoeling om 's ochtends al ons vuurwerk in Nederland te halen. We hebben het eigenlijk bij Haalkan hebben we een stuk gehaald. En heel de auto ligt natuurlijk vol. Iedereen weet het wel, die het net een beetje heeft gezien. Dus we gaan dit meenemen. We hebben single shots gehaald en een beetje een grote versie ervan. Dus we gaan zo meteen een totale collectievideo schieten. Die komt zo meteen ook online. Maar eerst denk ik dat we even naar huis gaan die video schieten. En dan gaan we later vanavond nog wat extra's halen. En dat komt dan misschien wel in een aparte video. Ik weet niet hoe ik dat ga doen. Maar in ieder geval, dit is wel even genoeg voor vandaag. Want anders komt die video die jullie nu zien veel te laat online.